De verkiezing Zaak van het Jaar is een project van ondernemersvereniging Emme Vlinderstad en Huis en Huiskrant Emme.nu. Vijf studenten van Stenden Hogeschool hebben in november alle ondernemers in het centrum van Emme bezocht. En daaruit zijn de deelnemers gekozen. En de uitreiking daarvan is op dinsdag 26 mei. Wij zijn natuurlijk nummer 1 van Nederland geworden. En ik denk dat misschien daar een zaak van het jaar als nummer 1 positie achteraan kan komen. Het zou erg leuk zijn. We zijn de vorige keer nummer 2 geworden, volgens mij. Ik denk dat nummer 1 er wel in zit. We onderscheiden ons omdat we de enige zijn die echt nog ambachtelijk ijs verkopen. Geen enemers toevoegen, geen kleurstoffen. We zorgen dat iedereen een beetje het vakantiegevoel krijgt en met een goed gevoel hier de zaak verlaat. Een klein stukje Italië in Emmen als het ware. Nou ja, waarom wij Zaak van het Jaar moeten worden? Omdat wij heel veel lokale sponsoring doen aan sportclubs. En tevens hebben wij de afgelopen jaar zijn we bezig met de zaak wat te verbouwen. En dit jaar gaan we, zoals het nu lijkt, nog een grote verbouwing erdoor gooien. We hebben de bezorgtijden verhoogd om sneller bij de klant te zijn, warme pizza's te leveren, lekkere pizza's. Ik heb daar 4 steekwoorden voor. Dat is passie. Passie voor ons vak. Betrouwbaarheid. Ik denk dat wij een betrouwbaar bedrijf zijn. Gezelligheid. We krijgen vaak van onze klanten te horen dat er een goede sfeer, een goede vibe in onze winkel heerst. En als laatste nauwkeurigheid. Wij gaan echt uit de secuur te werk. Dus niet altijd het duurste, maar wel altijd de beste oplossing. Wij van Vodafone Telecom doen ons best voor de klanten. We zijn volgens mij een aanwis voor Emmen. Voor alle klanten proberen we zo goed mogelijk een oplossing te vinden. Dus eigenlijk gewoon puur dat we de klanten zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn. Service staat bij ons ook hoog in het vaandel, maar ook gezelligheid. Het moet gelachen worden. De man heeft er al een beetje hekel aan om te gaan winkelen, dus dan laten we het zo gezellig mogelijk maken. Nou, Mediamarkt is natuurlijk een enorme winkel en ondanks dat denk ik dat wij een hele klantvriendelijke houding hebben. We hebben een enorm sortiment, echt voor iedereen wat wils. Kijk zelf maar in de winkel rond en je ziet het. Dat wij onze passie en onze hobby proberen te delen met anderen. En verkoop van dit spul is echt emotie. We zitten hier op een locatie met heel veel oudere mensen. Er is hier altijd een consulente aanwezig, dus die kan ook in de spreekkamer even privé zeg maar, met de klant praten en overleggen. En dat idee heb ik tenminste, dat de klanten graag komen. Ja. Ons doel is om alle toeristen, maar ook de bewoners van de Emmen, goed te informeren over de mogelijkheden die hier zijn.
En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog onze internetwebsite die we bijhouden en actueel houden. Ja, wij zijn de gastdames van Emmen, wij zijn Tourist Info. Nou, wij vinden de persoonlijke aandacht voor de klanten, zowel op internet als voor de klanten in de winkels, vinden wij het belangrijkste. En daar streven wij ook naar. Dus tevreden klanten hopen wij ook altijd te krijgen. From the politics.